3, 2, 1. Allemaal hoppers! Oh. Hè? Ik zei het. Ja. Ik ben hier echt verbaasd over. Gebruik je die seksspeeltjes? Dacht je dat je gewoon iets luchtigs kwam hier komen, hè? Yes, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Lovers en Haters. En dit keer pakken we natuurlijk helemaal uit met voor 6 extreem leuke gasten. Zij gaan weer een ongezouten mening geven. En aan het einde van de aflevering komen we erachter, zijn zij een lover of een hater? We gaan het meemaken. Woo! Nou ja, zoals jullie al een beetje kunnen raden, gaat deze aflevering over de liefde. Oh, daarom zitten jullie twee hier. Ja. Ja, oh ja. Ja. Of jij mijn ware liefde bent. Sowieso. Ja, andersom ook. Said I'm so sick of love song. So sad and slow. Ik ben niet per se actief op zoek naar de liefde, maar als ik iemand zou tegenkomen, ben ik wel eens iemand zo van, oké, als ik met iemand zou gaan daten, dan zou het echt potentieel, zeg maar, zijn. Ja. Eerste reactie op het thema, Farry. Ja, schat, ik kan er weinig over meepraten. Ik heb nog nooit liefde. Nou, dan staat je taxi buiten. Nee, ja, ik heb nog nooit echt iemand gehad waar ik echt verliefd op was. Dus, of een relatie, dus geen idee. Oké, we gaan eerst even nog even naar jullie social media kijken. Oh. The Lovebirds. Hoe is het? Is er nog een beetje romantiek tussen alle poepluiers door? Ja, ja, jawel, jawel. Ja, sowieso. Mm-hmm. Daar hebben we geen last van. Wel van de poepluiers. Van de poepluiers wel, maar... De romantiek is er nog. Is er sowieso. Ja, hoe hou je het nog een beetje spannend als je ook slapeloze nachten hebt en... Kleine vroeg in bed zetten. Oké. Okay. Woonkamer, toch? Anders gaat. Oké, nou in ieder geval nog genoeg liefde. Joel. Yes. Ja, we weten wel waarom de vrouwen gek op je zijn, hè? Ja, denk het. Ik weet niet. Ik ben niet meer op de markt eigenlijk. Nee. Nee, je hebt een vriendin niet. Nu. Ja. Hoe lang al? Ik weet niet. Dat weet je toch wel? Of heb je gewoon nee, meerdere als... vriendinnen lopen? Nee. Okay. Niet doen. Ben je nog steeds helemaal verliefd? Ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? Goed om te horen. Blij dat je zo happy bent. Jessie, over liefde gesproken. Wat zien we hier? Toen is mijn vagina 1 jaar geworden. Oh, dat vind ik wel grappig eigenlijk. Ik vond dit ook hilarisch. Hij is de afgelopen 8... maart 4 geworden. 8 maart is mijn verjaardag. Nou, ja, nee. Dus het zou ik nog weer vergeten. Ja. En nog andere liefdes in je leven? Ik heb aanstaande zaterdag weer een eerste date, dus wie weet. Wat ga je doen? Golfen. Oh, maar als je echt een goede golfer is, hebben ze meestal wel geld, hè? Besef. Dat moet je wel weten. Ja. Dat is wel zo. Ja. Niemand uit mijn buurt die golft. Oké, en Frasie? Al heel lang ook een relatie. Wat is nou het geheim voor zo lang? 13 jaar begrepen? Oh, nee, niet vragen. Oh, ik ben geen guru of zo hoor. Nee, okay. Nee. Ik kan je alleen zeggen, elke relatie heeft zijn shit. Moet je geven en nemen. Je moet een beetje dit doen. Yeah. Wel of geen liefde. We kunnen er in ieder geval allemaal over meepraten. We gaan beginnen met het allereerste onderwerp wat hier straks op de band naar voren komt. Een scheve schaats gereden. Wat is dat? Ben je vreemd gegaan? Oké, je hebt een scheve schaats gereden bij iemand en je hebt een kind bij iemand anders opgewekt. Je ging vreemd. Je bent verliefd geworden op die side chick. Waar je mee vreemd bent gegaan. Ja, zeg toch? Ik. En nu? Verliefd geworden op side chick. Nu heb je team met die. Ja, toch? Ja. Je hebt je side chick zwanger gemaakt. Oké, ik ga jullie uit je lijden verlossen. We gaan het hebben over micro-cheating. Weten we waar dat voor staat? Nee. Betekent dus gewoon flirten, appen met de ander, een smiley onder iemands foto zetten, klein slippertje. Eigenlijk een beetje micro-cheating. Het is niet echt vreemd gaan. Je lijkt niet gelijk. Wel, nou, daar gaan we het over hebben. We hebben natuurlijk 2 lovebirds in het midden zitten. En dan ben ik gelijk heel benieuwd. Hebben jullie bijvoorbeeld bepaalde afspraken wat wel en wat niet kan? Kijk, ik vind sowieso dat vreemd gaan al heel... Ik vind dat iemand al heel gauw vreemd gaat. Hè? Als je, ben je jaloers? Gezonde jaloezie. Net dacht ik al, ja. Flirten... Vind ik al gaan. Ja, te ver gaan. Ja? Maar ben jij flirt? Met jou, maar verder niet hoor. Met andere mannen? Nee. Dus bij jou valt flirten al onder vreemd gaan? Ja. Oké, en als er nou een hele knappe vrouw voorbij loopt, mag Denzel dan kijken?
Ja, maar dat doet hij niet. Nee? Nee. Black men don't cheat, snap je? Ja. Jij hebt nu natuurlijk ook een vriendin. Ja. Als er dan een mooie vrouw voorbij loopt, mag je dan kijken van haar? Ja, ik denk niet dat ze zo jaloers. Ze is niet zo jaloers type. Nee? Maar ik kijk ook gewoon niet, zeg maar. Omdat ik ook niet tof zou vinden dat zij zou kijken. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja. Maar je mag toch gewoon kijken naar iemand? Dat is toch niet erg? Mag wel, maar zeg maar als je al je diamond hebt, dan waarom zou je naar rotsen kijken? Snap je wat ik bedoel? Oh, wauw. Deze kan op een tegeltje. Oh, ik ben de enige die klapt. Jij begrijpt hem. Jij begrijpt hem. Ik hoor. En hier hebben we natuurlijk de mensen met een relatie. Hoe kijken jullie daarnaar? Kijk, ik ben een klein beetje jaloers. Ja. Dus je hoeft niet voor mijn neus iets te gaan uitlokken, want dan word ik gewoon echt een beetje psycho. Kijk, als je gewoon met iemand aan het praten bent, is het gezellig, prima. Je zegt, joh, ik heb een vriend of vriendin en ik ga gewoon alleen naar huis. Dat is voor mij oké. Ja. Maar het is niet zo dat je niet mag kijken of helemaal niks meer mag doen of wat dan ook. Maar zou bijvoorbeeld een open relatie iets voor nee, je voelen? Schat, nee, schat, zeker niet. Nee. Tuurlijk niet. Nee, ik geloof niet in open relaties. Oké. En Jesse, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, weet ik niet. Ik ben al 4 jaar vrijgesteld, dus ik, naar dat ik denk, ben ik niet heel jaloers. Ik vind het heel leuk om te flirten en ik zou me niet aangevallen voelen of zo als iemand anders zou flirten als hij dat leuk vindt. Zeg maar, je weet hoe ver die kan gaan. Ja. En aan het einde van de dag lig je bij mij in bed. Dus. Fari, van deze groep, wie is denk je de grootste flirt? Dat is eigenlijk wel goed. Wie is de grootste flirt? Ik denk dat jij wel echt, ik ken jou natuurlijk hoe jij bent op kantoor. Dus jij kan wel echt gewoon... Nu moet ik niet... Hey, jij kan wel gewoon sociaal zijn. Ja, dat bedoel ik. Ik ben met jou eens hoor. Ja, jij kan wel gewoon. Ik zie het ook. Gewoon sociaal zijn, een beetje leuk doen zonder bijbedoeling daarover te hebben. Maar... Dus Joël is wel de grootste flirt van ons zessen. Oké, nou goed, heel voor de duidelijkheid. Microcheating, dat is dus zeg maar niet het keiharde vreemd gaan met iemand in bed duiken. Maar dat valt meer onder de categorie van een smiley onder iemands foto plaatsen. Even flirten, even iemand vastpakken. Maar dan hebben we het niet over hard vreemd gaan. Dus met iemand. Zoenen, bed in duiken, of in ieder geval waar jullie die grens zien liggen. Jullie mogen gaan stemmen. Groen is een lover van microcheating en paars is een hater van microcheating. We zijn aangekomen bij de onthulling. Wie vindt dat het moet kunnen? En wie vindt dat het absoluut niet kan? 3, 2, 1. Ja. Ja! Oh, Jessie, vertel. Ja, als mijn vriend met iemand wil gaan staan flirten, zoals het daarbij blijft, dat is toch gewoon leuk. En bijvoorbeeld smileys gezellig. Onder iemands foto van een ander? Kijk, hij hoeft niet een eggplant emoji onder iemand anders foto neer te zetten of zo. Maar... Mag ik vragen wat de toegevoegde waarde is als je in een relatie zit en je gaat hartjes ogen plaatsen onder een vrouw of een man, zijn of haar foto? Ik vind dat ook een beetje respectloos naar je vriend of vriendin toe. Dat is mijn mening. Maar als jij in een sociale setting bent en je hebt gewoon een leuk gesprek met iemand en die persoon die is gewoon van eigen aard iets meer flirterig, wie ben ik dan om dat tegen te houden? Dat is niet van je hebt een relatie, maar dus jij mag niet meer dat deel van wat jou maakt, mag jij niet meer uitvoeren. Het is natuurlijk per relatie helemaal verschillend. Iedereen moet vooral doen waar hij zelf zin in heeft. Maar ik ben toch wel verbaasd dat jullie echt wel een hater zijn van microcheating. Nee, maar kijk, ik bijvoorbeeld zeg maar, ik reageer alleen bij mensen die ik ken. Microcheating is dan... Hoe het voor mij overkomt, bijvoorbeeld een dame die ik niet ken of zo, en ik ga eronder reageren, dat is gewoon disrespect. Ja, dat vind ik dus ook. En een meisje volgen die gewoon heel knap is? Als je haar niet kent. Als ik haar niet ken? Ja. Nee, dan nee niet. Toch? Jullie mannen volgen geen één vrouw? Die ik persoonlijk niet ken? Die persoonlijk niet kent, die heel aantrekkelijk is. Nee. Ik geloof dat niet. En voor de vrouwen? Mogen wij knappe mannen volgen? Ja. Dat staat los van wat ik met zo'n persoon dan heb. Dat ik iemand heel knap kan vinden, dat mag toch gewoon, zeg maar. Ik vind dat los van elkaar staan. En jij, Fem? Ik heb die behoefte gewoon helemaal niet. Nee? Nee, ik heb er ook geen zin in. Ik vind het wel heel heftig als je iemand niet mag volgen. Maar ik bedoel, als jij op een gegeven moment echt van die hartjes ogen of een vlammetje of whatever dan ook onder een foto gaat plaatsen van een chick in bikini en je hebt gewoon een vriend thuis zitten of je hebt gewoon een vriendin thuis zitten, denk ik, wat is de toegevoegde waarde om dat te doen? Ja. Als man of vrouw zijnde. Oké, nou, best wel een duidelijke mening, vooral aan deze kant. Hier, toch wel iets genuanceerder. Maar je kan er een slogan van maken, hoor. Gewoon een goede flirt op zijn beurt. Ik weet al, af en toe kan dat gewoon. Oké, dan gaat de lopende band weer zijn gang en gaan we door met het tweede onderwerp. Is dit Satisfyer 3? Is dit... Besef, ik dacht ooit dat het zeg maar Tori was voor je oor, zeg maar. Seksspeeltjes.
Oh, dat is een buttplug trouwens. Dat is een bunny buttplug. Ik zie een buttplug. Oh. Weet je zeker dat het een buttplug is? En niet zo'n... Hoe noem je dat? Zo'n haring voor een tent? Weet je het zeker? Oh. Dat is lippenstift. En wat is dat dan? Dat is een vibrator. Ja, hij trilt gewoon. Oh. Oké, okay, hij trilt mensen. Wat zou daar de bedoeling van zijn? Nou, ja, denk je? Hey. Ja, clitoris. Ja, toch? Je mag hem ook houden hoor. Nee joh, dank je. Hé, hey, maar wat hebben jullie veel speeltjes zeg. Ja, ik heb even wat meegenomen van thuis. Nee. Voor de mensen, weten we wat dit is? Ja ik heb heel veel vrouwelijke vriendinnen. Dit zet je volgens mij op je clitoris. Ja. En dan zuigt het of zo? Dat is luchtdruk. Oh. Dit doet het dan weer niet, dus dat is weer jammer, maar... 3 seconden moet je hem inhouden, knop. Heb ik gehoord. Gehoord van de vriend. Ja, gehoord, hè? Femke, heb jij zo'n ding thuis liggen? Nee. Eerlijk? Ik heb dat nog nooit gebruikt. Het is niet nodig, hoor, met mij naast. Nee, dat snap ik. Kijk, het is wel echt... Heb je nog nooit van gehoord, Satisfyer? Nee, ik verdiep me er niet echt in. Je wil je voelen? Niet als je het zo vraagt. Oh, dit is heel zachtjes. Die was gewoon... Maar dit is gewoon... Ja, je wilt gelijk je vinger erin. Je mag het trouwens wel jammer dat ze voor mannen echt heel weinig dingen hebben. Ja. Oh, heeft hij ook wifi? Ik kan ook mee bellen. Ja, even zo'n wifi-icoontje hierop. Kijk, Bluetooth. Kan gewoon op YouTube, heeft Spotify. Heeft iemand dit ooit gebruikt? Nee, ik kende dit niet. En niet liegen. Ja, jij inderdaad, ja. De. Echt niet? Gebruik jij het? Ja, schat, ja, maar dit is echt een soort van begrip, ja. De Satisfyer. Maar iedereen kent die Satisfyer, toch? Het is een soort van een fenomeen aan het worden of zo. Ja. Maar eerst kwam de PlayStation 5 en toen kwam de Satisfyer. Ook die volgorde. Ja, er ontstond gelijk een gat in de markt. Door die PlayStation 5, alle mannen waren weg, weet je. Hoe vinden jullie het, zeg maar, als een vrouw, ook in een relatie misschien, gebruiken jullie seksspeeltjes? Sowieso. En dacht je dat je voor iets luchtigs kwam, hè? Nee, maar Femke was hier nog niet mee bekend, dus gebruiken jullie toch geen sekspultjes? Of? Ja, maar Satisfyer is redelijk gericht op de vrouw, dus het kan zijn dat jullie samen dingen gebruiken. Samen dingen gebruiken? Ja. Oh nee, ik ken niks van mannen. Ik weet dat echt niet. We gebruiken dat niet. Dan zet je het op je piemel en dan gaat het heel hard zuigen. Dat is op zich wel grappig. Ja? Ja. Ja. Oh, koppeling. Heb je wel eens een koppeling gebruikt? Nee, man. Oh. Nee. Maar kan je met die ring nog seks hebben? Of is het echt alleen... Dat gaat trillen juist. Je zet je tolie op trillfunctie, zeg maar. Nee, ik wist het echt niet. Maar, dus in jullie relatie weinig seksspeeltje. Maar wat zou jij ervan vinden als Femke straks zegt... Ik wil lekker met de Satisfyer een avondje aan de haal. Wel waar ik bij ben, toch? Gewoon een... Ja, of zonder jou. Oh, zonder mij? Ja, in principe heeft ze je dat niet meer nodig. Nee, kijk, weet je, dat is moeilijk. Als je er nooit iets mee gedaan hebt en uiteindelijk komt met oké, ik wil iets anders, dat is een belediging voor mij, denk ik. Ja? Zij mag niks zelf doen zonder jou? Nee, kijk, als ze aan het begin aangaf van oké, ik gebruik speeltjes of ik wil speeltjes gebruiken, maar we hebben nu al een aantal keer seks zonder gehad. Ja. En dat je in één keer komt met ik wil speeltjes gebruiken. Dan ga maar slapen, ik hoop mezelf. Ja, ga maar slapen. Dan heb ik Zie je het dan een beetje als concurrentie? Nou, niet als concurrentie. Natuurlijk wel, broer. Het is een robot, broer. Ja. Het is een robot die voor jou bent, hè, broer. Maar een robot kan niet wat jouw dingetje daar beneden kan. Ja, nou, diep je ook. Plus dat ding heeft wifi, hè. Je kan gewoon een film kijken ondertussen. Maar wat zou jij vinden als ik in één keer zou zeggen van Fem, vanavond even niet. Ik wil even een ringetje en zelf... wat zou je dan doen? Zou ja, je dat dan erg voel vinden? Ik me echt vervangen. Ja, toch? Ja. Ik zou zeggen, lekker avondje rust. Succes, schat. Ik ga een filmpje opzetten. Nee, grapje. En jullie? Het zou sowieso bespreekbaar kunnen zijn. Maar als ik maar ook onderdeel ben van die speeltjes, snap je? Ja, dus ook, jij moet er ook bij zijn. Ja, wel bij, ja toch? Ja. Oké, het is tijd om een keuze te maken of je een lover of een hater bent van seksspeeltjes. Dus pak je kastje allemaal maar. Groen is lover, paars is hater. Wie denk jij dat niet vies is van seksspeeltjes? Joël? Ik denk stiekem iedereen. Dat niemand eigenlijk vies is van speeltjes. Niemand is vies, maar niemand durft het dus echt. Soms heb je het gewoon niet nodig of zo. Ja. Of ja, het is gewoon een optie. Niet om het te doen. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie hebben gedrukt. En daar gaan we achterkomen. 1, 3, 2, 1. Allemaal lovers! Ik zei het toch? Hè? Ik zei het toch? Ik ben hier echt verbaasd over.
Ja, ik allemaal ben geen lovers. Ik vind het stiekem allemaal... met Sam al, ja. Ja. Zie je, het zijn allemaal van, nee, ik doe niet aan seksspeeltjes. Allemaal love jullie. Ik ben niet per se een lover, maar ik ben zeker geen hater. En waarom heb je dan voor, als het een beetje in het midden zit, waarom wel voor de lover gekozen? Omdat ik wel vind dat het gewoon een optie moet blijven. Ja. Gewoon, ooit in je leven. Komt dobbelen, komt dobbelen. Ja, doe ik zo, let's go. En waar sta je nu? Sorry. En waar zijn die dan wel open voor? Hoe doe je? Wat dan? Open voor wat? Deze oortje doet niet hoor, jullie moeten nieuw halen. Deze jullie zeggen, oké, als zij morgen zegt, ik wil die buttplug of die satisfier. Dan kunnen we het erover hebben. Ja? We kunnen het erover hebben. Ja? Ja toch. Femke, waarom ben jij dan toch een lover? Ik ga geen hater zijn, want ja, misschien dat ik het ooit wel ga gebruiken. Je weet het niet. Het staat er gewoon voor open. Misschien heeft het vandaag tot inspiratie geleid. Misschien wel, ja, precies. Ja, misschien wel. Farin, wat gaat volgens jou dan te ver? Nou ja, vastbinden of... nou ja, handboeien lijkt me bijvoorbeeld niet te ver gaan. Bijvoorbeeld. Dat zou nog wel kunnen. Heb ik nog nooit geprobeerd, by the way. En een zweep. Ja, ik hou niet van het hele heftige SM of zo. Dat hoeft voor mij niet. Nee, jij? Ik? Nee, ik niet. Nee. Ik, nee. Wat gaat bij jullie te ver? Ik vind eigenlijk niks echt te ver gaan of zo. Sorry? Dus vastgebonden met een bal in je mond. En... Nee, maar dat, zijn de dingen, maar dat zijn dingen die wij niet doen. Ja, oké, precies. Ja, kijk, maar... dat kan. Nee, maar dat kan. Niet, maar niet te lang. Ja. Grapje. Grapje. Zijn er echt mensen die met een bal in de mond gaan liggen? Serieus? Ik denk het, tuurlijk. Echt? Ja. Maar hoe praat je met diegene? Mag je bijvoorbeeld over seks speeltjes, zo, mag je dan wel porno kijken? Oh, als ze het zegt. Of stiekem. Als ik binnenkom en ik zie stiekem dat ze porno kijkt of zo. Nou, of stiekem of dat is wel zegt... wat anders. Als ze het zegt, ja, nee, mag wel. Vind ik ja, niet maar erg. Moet je elke keer zeggen als je dat doet? Nou ja, moet niet. Maar ik vind het wel netjes. Ik vind het wel zo netjes. Je gaat toch ook nooit aankondigen wanneer je gaat scheiden of zo? Je weet toch? Nee, ik wel. Zeg maar. Ik wel, ja. Ja? Ja. Ik ga poepen. Zeg je elke keer tegen Femke, je gaat scheiden van, joh, ik ga nu scheiden. Nee, het lijkt echt alsof ik nu heel moeilijk ben of zo. Nee. Je bent helemaal niet moeilijk. Nee, ik weet niet. Vinden jullie dat normaal? Als je thuis komt en je ziet dan dat je vrouwtje gewoon... Ik zou echt stuk gaan, man. Ja? Ja, ik zou echt stuk gaan. Kijk, de enige wat ik nu hoef te zien is haar zoeksearch. Ja, dat die is search, het zeg maar, toch? Dat en is komt uit die moet ik even hard denken. Big. Ja. XXL. Je weet toch, XL. Stel je Plomper, weet ik veel. Nee, kijk, dat hoef ik niet, zeg maar. Doe je ding. Hé, toch? Hoeft niet te veel info. Oké, en aan het einde van de aflevering hebben we eigenlijk een beetje prijzenkast voor... Eén iemand van de aflevering. Gek. Ik zeg Femke. Zij heeft hem nooit gebruikt, toch? Dat vind ik een hele goeie. Winnaar gebaseerd op helemaal niks. Maar je mag wel een prijs mee naar huis nemen. Woehoe. Dus zoek wat uit aan deze snoepwinkel. En gelijk uitproberen hier. En gelijk uitproberen. Nou, schat. Deze? Ja. Nou, heel veel plezier ermee in ieder geval. Ik ben heel benieuwd hoe het bevalt. En ik wil jullie thuis bedanken voor het kijken. Laat in de comments ook even weten wat jij dan misschien voor de band zou kiezen. En of je überhaupt een lover of een hater bent. Vergeet niet te abonneren en te liken. En je kent het wel. En tot de volgende. Doei!